Nabestaanden in langdurig onopgeloste moordzaken vragen mij wel eens wat ze nog kunnen doen om ervoor te zorgen dat zo'n misdrijf alsnog wordt opgelost. En mijn antwoord is dan altijd: blijf schudden aan de boom. Als je niets doet en afwacht, weet je zeker dat de moord niet wordt opgelost. Als je aan de boom blijft schudden, valt er op den duur altijd iets uit. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en in de gruwelijke dubbele moord op Henk Opentij en Mary Run in november 1997 in Amsterdam samen met de nabestaanden en de politie altijd aan de boom is blijven schudden. Met als gevolg dat er nu, 12 jaar later, nieuwe concrete sporen zijn gevonden en er daadwerkelijk zicht is op een snelle oplossing van een van de meest ernstige moordzaken die ik in 30 jaar misdaadjournalistiek heb behandeld. Maar daarvoor moest eerst wel een lange weg worden afgelegd die bij de betrokkenen diepe sporen heeft achtergelaten. Precies 9 jaar geleden stond ik hier ook voor deze deur aan de Noorderbreedte in Amsterdam-Noord om aandacht te vragen voor een afschuwelijke dubbele moord. Misschien wel de meest gruwelijke moorden die ik ooit behandeld heb. Twee slachtoffers waren weduwnaar Henk Opentij en zijn vermogende vriendin Mary Run. De bejaarde mensen waren in november 1997 op werkelijk beestachtige wijze afgeslacht. De aanblik van de plaatsdelict was zelfs zo weerzinwekkend dat voor de politiemensen die hier als eerste onderzoek kwamen doen psychische bijstand nodig was. Het motief lag voor de hand. Een miljoenenerfenis. En de daders ook. De erfgenamen. Het politieonderzoek, onze uitzending, andere media-aandacht en een stortvloed aan tips hebben echter nog steeds niet geleid tot arrestatie van een verdachte. Nog steeds niet, zeg ik nadrukkelijk. Want alles wijst erop dat hier na al die jaren eindelijk verandering in komt. Door wie zijn Henk Opentij en Mary Run vermoord en waarom? Dat zijn vragen die de politie en de nabestaanden van het bejaarde stel uit Amsterdam-Noord al 12 jaar bezighouden. Vragen die de onderzoekers heen en weer hebben geslingerd. Het extreme geweld van de daders. De onschuld van de slachtoffers. De onduidelijkheid over het motief. Was het een erfeniskwestie en had het te maken met een hoogoplopende familievete? Maar de erfenis viel bij nadere beschouwing wel mee. Was het dan een ordinaire roofmoord? Maar er was niets ontvreemd, terwijl er toch genoeg in huis lag. De politie kreeg in haar onderzoek te maken met een reeks aan onvermoede plotwendingen, mogelijke dwaalsporen en domme pech. Alles lijkt in deze moordzaak anders dan het is, en alles is in deze moordzaak anders dan het lijkt. Ook bij Peter heeft de moordzaak, die te veel ingrediënten lijkt te bevatten voor een geloofwaardige misdaadthriller, altijd een speciale plaats gehad en bleef hij al die jaren op de onopgeloste zaak gefocust. Afgelopen voorjaar nog maakten wij er melding van als onderdeel van Peters persoonlijke top 10 van onopgeloste moorden, waar de dubbele moord zeer hoog genoteerd staat. Ik heb het gevoel dat we er soms dichtbij waren, maar net dat kleine laatste stukje. Terwijl we hier in mei dit jaar voor de deur van de woning waar Henk en Mary zijn vermoord opnames stonden te maken, werd ik aangesproken door een van de buren. Dat is nou toevallig, zei ze. De recherche is hier pas ook nog geweest in verband met die oude zaak. Ze hebben toen weer foto's gemaakt. Recherche geweest? Opnieuw foto's gemaakt? Er rinkelde meteen een belletje. Zou er dan na al die jaren weer iets te onderzoeken zijn? In onze eerste uitzending in 2000 hadden we een gesprek met de vier zoons van Henk Opentij.
Weduwnaar Henk en Miri, die gescheiden was, woonden sinds een jaar of 10 naast elkaar. In die periode bloeide er iets moois tussen de twee buren. Henk's zonen vertelde toen... Je bedenkt van alles. Ze hebben iets gezien, denk je, dat ze niet mochten zien. Er is een afrekening. Je denkt, ze zijn gevolgd voor een pincode. Je denkt van alles. Maar als dan blijkt dat hun betaalkaarten niet weg zijn... Ja, dan sluit je dat soort dingen al snel uit. Ja. We zijn nu bijna een decennium verder en nog steeds is er geen dader. Peter zoekt de zonen vier op. Eén van hen is inmiddels overleden. Het is 8 jaar geleden dat we bij elkaar waren. Hoe is het jullie in de tussentijd vergaan? Ja, dat is toch een heel hectische periode. Ik bedoel, in het begin leef je er elke dag mee. Je slaapt er niet van. Ik sliep er althans niet van, maar ik begreep mijn broers ook niet. Dat heeft zoveel impact op je leven, dat is onvoorstelbaar. De vorige keer dat wij bij elkaar waren, waren jullie ook met z'n vieren. Ja, dat is heel vervelend. Mijn broer Ko is ontstond, die is overleden. En ik heb persoonlijk het idee dat dat ertoe bijgedragen heeft. Heeft zeker een rol gespeeld. Ja, in ieder geval een rol gespeeld. Wat is nou het laatste dat jullie van de politie hebben gehoord? Nou, ongeveer een jaar geleden hebben we te horen gekregen dat de politie er een cold case team op zou zetten. Dus dat was heel positief, daar waren we erg blij mee. Inhoudelijk hebben we eigenlijk niet echt gehoord wat daar zover uitgekomen is. Maar het allerlaatste wat we vernomen hebben is dat, dat het er toch hoopvol uitzag. Ze bleken iets van een spoor te hebben. Maar willen ons uiteraard niet vertellen wat dat precies is. Nee, ze schijnen iets te hebben. Ze vertellen ons toch niet wat dat is. Helemaal niet. Nee, maar blijkbaar toch wel een forensisch spoor of zoiets. Het ziet er hoopvol uit. Ja. Dat waren hun bewoordingen feitelijk. Ja, dat is wel heel spannend. Ja, het is heel spannend. Ja. Dus we zijn erg benieuwd naar wat daar eventueel misschien uit kan gaan komen. Ja. Op maandagavond 24 november 1997 vinden buren de lichamen van de 79-jarige Henk Opentij en zijn 73-jarige vriendin Miri Run in Henks woning. De twee zijn op beestachtige wijze vermoord. Gewoonweg afgeslacht. Miri ligt op haar rug. Haar hals is doorgesneden en ze is op diverse plekken gestoken. Henk ligt even verderop in de kamer op zijn buik. Ook hij heeft vele steekwonden en een doorgesneden hals. Onder zijn lichaam ligt een rubber operatiehandschoen. Alles wijst erop dat de dader of daders in woeste razernij hebben toegeslagen en dat het bejaardencel geen schijn van kans heeft gehad om de aanval te overleven. De moordwapens zijn messen uit Henks eigen keuken. Ze zijn door de dader als gruwelijke trofeeën op de eettafel uitgestald. In de keuken vindt de politie een belangrijk daderspoor. Op de vloer staan bruikbare schoenafdrukken met bloed. Er lijkt niets gestolen te zijn, terwijl er toch waardevolle spullen voor het grijpen liggen in het huis. Hoewel het extreme geweld welhaast gepaard moet zijn gegaan met veel geluid, heeft niemand van de omwonenden ook maar iets gehoord. Er is echter wel een mogelijk belangrijke ooggetuige. Het is een bejaarde vrouw die enkele dagen voor de vondst van de lichamen met haar man langs de woning van Henk liep. Ze zag in een flits iets opvallends, maar heeft het zelfs aan haar man niet verteld. 3 weken na de moord raapt ze dan toch eindelijk al haar moed bijeen en belt de politie dat ze een verklaring wil afleggen. Opgetogen gaat de recherche erheen, maar dan gebeurt er iets ongelooflijks. Voor ze haar misschien wel cruciale verhaal kan doen, sterft de vrouw aan een herseninfarct. De recherche heeft echter meer troeven in handen. Bijvoorbeeld de afdruk met bloed van een schoen op de keukenvloer bij Henk. Het blijkt te gaan om een tamelijk zeldzame bergschoen van het merk Caterpillar, maat 42 of 41, zwart of bruin.
In onze oude uitzending vroegen we hier al aandacht voor. En daarvan zijn er in totaal maar 20 paar in Nederland verkocht. Eén van die kopers moet dus de dader zijn. Het is een hoopvol spoor en het lukt de recherche uiteindelijk om er 9 van te traceren. Maar daar zit de dader niet bij. Ondanks deze tweede tegenvaller krijgt het oude rechercheonderzoek al snel een verrassende nieuwe wending. In het diepste geheim start men met een gerechtelijk vooronderzoek naar mogelijke betrokkenheid van de familie van de vermoorde Mary Run. Het gaat om Mary's bloedeigen dochter Sylvia en haar man Hans. Het motief? Een al meer dan 10 jaar slepende familievete om de erfenis van Mary. Die erfenis bestond onder meer uit 3 panden in Amsterdam. Aanleiding voor de verdachtmakingen richting dochter Sylvia zijn getuigenverklaringen die melding maken van hoogoplopende ruzies in het verleden en een belastend dagboek en agenda-aantekeningen van de vermoorde moeder Mary dat de recherche vindt. Hierin beschuldigt Mary haar dochter Sylvia ervan in niet mis te verstaande bewoordingen samen te spannen met Mary's ex-man om de erfenis in handen te krijgen. Mary's ex-man, de vader van Sylvia, ligt op het moment van de moord zelf op sterven. Mary schrijft in haar dagboek onder meer: ze hebben er alles voor over om mij geheel uit te schakelen. Alleen om het gehele kapitaal in hun bezit te krijgen. Ik ben pas 62 jaar en lig nog lang niet tussen 6 plankjes. Sylvia, je hebt je moeder verkocht en verraden. Mijn leven heb je nu stuk gemaakt, alleen omdat rotgeld. De ruzies lopen zo hoog op dat Mary en haar dochter de laatste jaren alleen nog maar communiceren via een advocaat. Sylvia beweert zelfs niet eens te weten waar haar moeder woont. En juist die verklaring maakt haar in de ogen van de recherche alleen nog maar verdachter. Want er zijn getuigen die stellen dat ze Sylvia, die 30 kilometer van haar moeder vandaan woont, voor de woning in Amsterdam-Noord hebben zien lopen. En uit het onderzoek komt bovendien naar voren dat op de dag dat Henk en Mary werden gevonden, dochter Sylvia in een winkelcentrum vlak bij de plaats delict een pen heeft gekocht. Wilden ze toen soms checken of de lichamen al waren ontdekt, vraagt men zich af. Maar Sylvia en haar man Hans ontkennen iedere betrokkenheid en uitgebreide telefoontaps op het tweetal leveren geen extra aanwijzingen op dat zij ermee te maken hebben. Bovendien blijkt de erfenis niet de vele miljoenen te bevatten waarover in het geruchtencircuit de verhalen de ronde doen. De Amsterdamse panden, onder meer in de Kinkerstraat, zijn bijvoorbeeld slecht onderhouden en er wordt maar weinig huur uit ontvangen. In een ervan zitten zelfs krakers. Onderzoek terug bij af? Allerminst. Want intussen heeft het oude rechercheonderzoek een heel andere richting gekregen. Er is een anonieme brief binnengekomen met daarin zeer serieuze informatie. In de brief wordt gewezen op de betrokkenheid van 2 jonge, verslaafde criminelen uit Amsterdam. Het zijn Jamal B. en Roberto M. Roberto woont in de buurt van de plaats delict en Jamal komt uit een zeer beruchte familie. Jamals broer is de moordenaar van de Amsterdamse sigarenboer André Hartman, die in 1993 in zijn winkel werd doodgestoken. 2 jaar daarvoor, op zijn 15e, pleegde deze broer zijn eerste moord. Hij stak een 50-jarige vrouw dood die hem tijdens een inbraak betrapte. De 2 jonge mannen die hier in beeld zijn via de anonieme brief
zijn op dit moment toevallig ook verdachten in een reeks afpersingen van met name homofiele mannen. En dat verschaft de recherche een mooi excuus om ze te arresteren. Dit gebeurt in oktober 1999, bijna 2 jaar na de dubbele moord dus. Jamal en Roberto worden nu officieel verhoord voor de afpersingen, maar behoedzaam probeert de recherche ze ook uitspraken te ontlokken over de moord op Henk en Mary. Zouden ze er inderdaad iets mee te maken hebben? Het plan mislukt. Ook nu weer krijgt men geen nader bewijs en loopt het zo hoopvolle spoor dood. En dan volgt de volgende opzienbarende wending in dit inmiddels opmerkelijke politieonderzoek naar de dubbele moord op Henk en Mary. Want ondertussen is men achter de schermen natuurlijk nog steeds naastig op zoek naar de drager van de bijzondere caterpillarschoenen, waarvan afdrukken met bloed waren gevonden op de plaats delict. Het enige tastbare spoor dat de daders van zichzelf achterlieten. En wat blijkt? Er is misschien toch iemand. Het gaat om een jonge Amsterdamse man die in het bezit blijkt te zijn van precies zulke schoenen. Het opmerkelijke is, hij draagt dezelfde achternaam als de eerdere verdachte Roberto. Het vermoeden rijst nu dat de anonieme tipgever van de brief zich mogelijk vergist heeft in de voornaam. En er is nog iets zeer pikants. Deze bezitter van caterpillarschoenen is agent in opleiding bij het Amsterdamse politiekorps. De recherche neemt de schoenen bij hem in beslag en doet een verrassende ontdekking. Onder de zolen zit bloed. Dit moet de dader zijn. Maar ook nu is de euforie bij het toenmalige rechercheteam weer van korte duur. Het bloed is niet afkomstig van de plaats delict. Het is dierlijk bloed uit een abattoir waar hij toevallig is geweest. De aspirantagent heeft helemaal niets met de moorden te maken. En het onderzoek naar de dubbele moord is voor de zoveelste keer terug bij af. Althans, zo lijkt het. Want wat volgt is alweer een opzienbarende wending. Terwijl Mary's dochter Sylvia ervan uitgaat dat de ergste verdenking nu wel uit de lucht is, is het rechercheonderzoek achter de schermen juist weer in haar richting gegaan. En dat heeft alles te maken met de adressering van de anonieme brief die op de twee criminelen wees. De brief dus die bij nadere beschouwing een dwaalspoor bevatte. Op de envelop staat namelijk aan de politie afdeling ernstige delicten. En juist die toevoeging doet de politie vermoeden dat de schrijver niet zomaar iemand is. Immers, afdeling ernstige delicten is een benaming die een gewone burger niet kent en vooral gangbaar is binnen de politieorganisatie zelf. Er wordt een uiterst geheim intern onderzoek ingesteld. En dat leidt naar de mogelijke schrijver. Het is een vrouwelijke politieambtenaar die in Amsterdam werkt. Wat haar verdacht maakt, zijn 2 dingen. Ze heeft enige tijd voor de moord op de politiecomputer het adres van de slachtoffers opgezocht, zo wijst het onderzoek uit. En zij is de dochter van Sylvia en dus de kleindochter van slachtoffer Mary. Was er dan toch een moord binnen de familie om de erfenis? Maar ook nu weer levert een uitgebreid en omzichtig nader onderzoek naar deze gevoelige kwestie helemaal niets op. Ik bezocht 9 jaar geleden Sylvia en haar man Hans, die toen zwaar onder de doem der verdenkingen gebukt gingen. Kijk, meneer De Vries, de erfenis is er. Daar kan ik niets aan doen. Daar hebben mijn ouders zelf 40 jaar knoerhard voor gewerkt. En ze hebben hun eigen erfenis, of hun eigen kapitaal, zeg maar, daarmee verdient dat ik toevallig dochter ben, daar kan ik toch niks aan doen. Nu, 9 jaar later, spreekt Peter Zewier op het veld van de Amsterdamse begraafplaats Westgaarde, waar Mary's as is uitgestrooid.
Wat hebben die afgelopen 8 jaar met jullie gedaan? Hoe zijn jullie dat doorgekomen? Het toenmalige onderzoeksteam heeft dus gewoon gemeend, door ons te isoleren, dat dan vanzelf het dader zijn naar boven komt. Nou, het dader zijn is niet gelukt, want we hebben er dus absoluut niets mee te maken. Maar het isolement, dat is volledig gelukt. Voor de volle 100%. Dat is heel goed gedaan. Ik denk dat we er niet één alleen of twee vrienden over hebben. Of de mensen in onze omgeving die ons vanuit die tijd nog... Klanten, relaties, vrienden, bekenden, familie. Ja, en je kan helemaal het niet achterhalen, want mensen willen natuurlijk niet zeggen waarom. Het kost je 12 jaar van je leven, wat eigenlijk niet nodig was geweest. Ik bedoel, als men gewoon op een andere manier met ons om was gegaan, niet had vergeten dat we misschien ook wel slachtoffer hadden kunnen zijn, ondanks dat we verdachten hadden kunnen zijn. En dat zeg ik al, het is niet een verdachte geweest. We waren ook slachtoffer. Maar wat is nou het laatste dat jullie feitelijk hebben gehoord? Ja, we zijn een goed jaar geleden benaderd door een cold case team. En die, een jaar geleden? Krap een jaar geleden, ja. Ergens in februari of zo, hè? Ja. En toen werd ons medegedeeld dat ze al een tijd bezig waren. En dat ze gemeend hadden dat ze wel verder konden met het een en ander. Dat ze het gevonden hadden, waarmee ze verder konden. En dat heeft dan geduurd tot... Een maand geleden zijn we weer uitgenodigd. En toen zijn we op de hoogte gesteld dat ze toch wel zoveel hadden gevonden. Dat ze van mening waren dat ze er nu dat ze verder konden met wat ze gevonden hadden. Maar wat men gevonden heeft, nee, dat zeggen dat, ze niet. Dat mogen we weten helemaal niets. Dat er door de Amsterdamse recherche sinds kort eindelijk nieuw belangwekkend onderzoek wordt verricht in de 12 jaar oude dubbele moord op Henk Opentij en Miri Run. Dit is de afdeling? Ja, dit is de afdeling. Het grootste deel van het team is aanwezig. Niet iedereen, maar de meeste wel. Zij werken allemaal aan de zaak? Allemaal aan deze zaak, ja. En dit is het dossier. Het dossier uit 1997. Nou, dat is een flinke verhuisdoos vol, hè? Ja, ik denk een dikke 30 ordners. Ja, 33 om precies te zijn. Dik 17.500 pagina's. Dus we hebben heel wat leeswerk achter de rug. En wat maakt deze zaak nou zo bijzonder voor jullie? Want jullie hebben je er echt wel ook in vastgebeten. Ja, nee, absoluut. Ja, als je iedere politieman of vrouw in Amsterdam-Noord vraagt van wat is nou de meest spraakmakende moord, dan zullen de meesten denk ik op deze zaak beginnen. Dit is echt een zaak die wil je gewoon opgelost hebben. Puur vanwege de ernst van het feit en de slachtoffers. De gruwelijkheid is wel echt ongekend. Ja, absoluut. Ja, dat zie je. Ik heb heel wat gezien, maar zo erg als dit heb ik eigenlijk nog ook niet veel meegemaakt. Nee. En heeft jullie onderzoek nou nog aparte, bijzondere dingen opgeleverd? Ja, absoluut. Meerdere zelfs. Maar soms begin je inderdaad aan zaken waarvan je aan het begin niet helemaal weet waar het naartoe gaat. En het wordt dan uiteindelijk heel groot en je denkt daar misschien nog zelfs succes mee te kunnen hebben. En uiteindelijk blijkt het dan toch weer niks te zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is het visitekaartje wat naast Mary op de grond lag. Daar stond een naam op van een antiquaire uit Brussel. Dus iemand die in 1918 geboren was en die inmiddels al vele jaren overleden was. Maar we zijn via bij een nicht van hem terechtgekomen. En dat bleek een Joodse meneer te zijn waar Henk Opentij voor en in het begin van de Tweede Wereldoorlog contact mee heeft gehad. En uiteindelijk zijn we zelfs bij het Nationaal Archief terechtgekomen. Hebben we op de naam van Henk hebben we gezocht. En dat blijkt dan een dossier te zijn van een Hendrik Opentij. Oh. En met een NSB-verleden. Dus dan gaan toch wel wat alarmbellen gaan rinkelen. Zou daar misschien toch een motief al die jaren later in zitten? Gelukkig voor Henk bleek het een heel andere Hendrik Opentij te zijn, die ook in het dossier zat met vrijwel dezelfde geboortedatum. Maar het is niet eens familie van elkaar. Dus gelukkig hebben we dat af kunnen sluiten. Maar het is wel een onderzoeksrichting waar je weken mee bezig kan zijn. En dat leidt dan toch uiteindelijk tot niks. Eind 2008 heeft dit cold case team de zaak dus heropend onder de naam Kleobis.
Cleobus verwijst naar een Griekse mythologische figuur die samen met Biton volkomen onschuldig werd gedood in de tempel van de god Hera, de beschermelingen van het huwelijk. Het nieuwe rechercheteam heeft na het bestuderen van het volledige dossier oude getuigen opnieuw gehoord, gedragsdeskundigen ingeschakeld en ultramodern technisch onderzoek verricht. Met resultaat. Maar wat hebben al die nieuwe inspanningen, die nieuwe onderzoekstechnieken nou concreet opgeleverd? We zijn op dit moment bezig met een hele, wat wij een heel hoopgevend spoor vinden naar twee personen. Waarin we echt hele concrete aanwijzingen hebben. Die hebben we ook kunnen destilleren uit het oude onderzoek. Allerlei zaken aan elkaar kunnen koppelen. En ook daar zelfs wat nieuwe informatie op gevonden. Waardoor wij denken dat we echt een mogelijke doorbraak kunnen krijgen in het onderzoek. De kans dat de dubbele moord op Henk Opentij en Miri Run na 12 jaar alsnog wordt opgelost, lijkt eindelijk in zicht. Het Cold Case Team laat een slachtoffer- en een daderanalyse maken. Hiervoor schakelt men een expert in van Nederlands bekendste forensisch psychiatrisch centrum, de Groningse Van Mestag Kliniek, en de ervaren profiler Carlo Schippers, verbonden aan het korps Landelijke Politiediensten. Belangrijk instrument voor de analyses zijn de foto's die de recherche op 24 november 1997 maakte en waarop Carlo Schippers onder meer zijn conclusies baseert. Ze tonen een gruwelijk beeld van een zinloos en uiterst gewelddadig misdrijf op twee weerloze oude mensen. En ze zeggen iets over de daad en de daders. De voordeur vertoont geen sporen van braak. Men gaat ervan uit dus dat er gewoon is aangebeld en dat Miri naar de deur is gelopen en heeft opengedaan. Want hier ligt Miri op haar rug. Uit het bloedpatroon op de vloer valt af te leiden dat ze bij de voordeur is aangevallen en daarna de woonkamer is ingesleept. Bovendien zitten er bloedspatten van haar tegen de wand naast de voordeur. Haar verminkingen zijn enorm. Miri is in haar gezicht en dan met name in haar beide ogen met een mes gestoken en 9 maal hard met een stomp voorwerp geslagen. De aanblik van wat hij heeft aangericht moet zelfs de dader te veel zijn geweest, want haar zwaar gehavende gelaat is afgedekt met een theedoek uit de keuken. Miri's kunstgebit ligt als stille getuige naast haar. Miri's kaak en neus zijn gebroken en vervolgens is haar hals tot vrijwel op haar nekwervel doorgesneden. Het heeft er alles van weg dat de dader of daders Henk en Miri direct bij binnenkomst hebben overmeesterd en uitgeschakeld. En dat de twee zich niet meer hebben kunnen verzetten. Er is nauwelijks iets omgevallen of verschoven in de woning. Iets verderop ligt Henk op zijn buik. Hij heeft liefst 30 steekwonden in zijn borst en hals. Sommige steekwonden zijn zo diep dat ze helemaal door de romp tot aan de ruggenwervel reiken. Daarnaast zijn er diverse beschadigingen aan het gezicht, een gebroken neus en ook Henks hals is zeer diep doorgesneden. Net als Miri is ook Henk verplaatst. Aan het bloedpatroon op de vloer en dat op het overhemd van Henk valt op te maken dat hij eerst vlak bij de kast heeft gelegen. Hier ligt ook Henks kunstgebit.
sporen wijzen erop dat de dader hem hier zijn steekwonden heeft toegebracht. De rand van de kast ernaast is helemaal ontzet. Het lijkt erop dat de dader op deze plek letterlijk op Henk heeft ingehakt en hij bij het terug omhoog halen van het mes met de achterkant ervan hard tegen deze rand is gestoten. De sporen wijzen erop dat de slachtoffers eerst in het gezicht zijn geslagen, daarna talloze malen met messen zijn gestoken en tenslotte de hals is afgesneden. Onder Henks lichaam ligt een rubberen operatiehandschoen. Het is onduidelijk wat de herkomst en de betekenis hiervan is. De daders hebben als wapens 5 messen gebruikt die ze uit Henks eigen keukentje hebben gepakt. Na de moorden zijn deze bebloede messen als trofeeën keurig naast elkaar achtergelaten op de eettafel in de woonkamer. 1 van de messen is door het woeste geweld helemaal krom gebogen. In de keuken vindt de politie dan deze schoenafdruk met bloed. Het al eerder genoemde caterpillarspoor. Het bestaat uit in totaal 3 afdrukken richting het keukenblok. In de keuken is ook een opmerkelijk ander spoor. Er is huishoudfolie van deze rol getrokken en in een sliert richting het lichaam van Mary gedrapeerd. De betekenis is onduidelijk. Wilde de dader Mary hiermee vastbinden of wurgen? Of misschien wel voorkomen dat hij zelf onder het bloed zou komen? Dan zijn er ook sporen die het tijdstip van de moord verraden. De bedden, Henk en Mary sliepen bij elkaar, zijn nog niet opgemaakt en zien er beslapen uit. De enige lamp die in het huis brandt is het licht onder de aanrechtkastjes. In de keuken staan 2 koffieglazen met melk er al in en op de tafel in de keuken ligt Henks gierapparaat met het snoer nog in het stopcontact. Op de salontafel ten slotte ligt opengeslagen de courant Nieuws van de Dag van de woensdag voor de vondst. Henk en Mary's leesbrillen liggen ernaast. Het lijkt er dus sterk op dat de 2 bejaarde mensen op woensdag 19 november tijdens hun gebruikelijke ochtendritueel zijn vermoord. Dat is 5 dagen voor ze werden gevonden. Uit de woning lijkt niets te zijn gestolen, terwijl er toch een aanzienlijke hoeveelheid sieraden en geld lag. Zoals in deze gevulde beautycase die gewoon voor het grijpen stond. Er zijn ook geen kasten of lades overhoop gehaald. Mary's handtas ligt op het tafeltje in de hal. Deze is duidelijk wel doorzocht, maar haar portemonnee met erin 600 gulden zijn vreemd genoeg niet meegenomen. Het interpreteren van de feiten en omstandigheden op de plaats delict is voor de Amsterdamse recherche altijd een hele lastige puzzel geweest. Wat is hier in vredesnaam gebeurd? En waarom is er niets gestolen? Wat vertellen de stille getuigen op de plaats delict? En wat houden ze nog steeds verborgen? Waarom is alleen Mary's handtas doorzocht? En waarom lieten de daders daar notabene 600 gulden in zitten? Maar het cold case team, dat onder meer alle oude getuigenverklaringen nog eens minutieus tegen het licht heeft gehouden, komt na al die jaren daarvoor toch met een zeer plausibele verklaring op de proppen. Uit de verhoren blijkt dat Mary kort voor de moorden veel geld in haar bezit had. En dat dit bij veel mensen uit haar omgeving bekend was.
Ze vertelde tegen Jan en Alleman dat ze de bank niet vertrouwde en daarom een groot geldbedrag cash in een envelop in haar handtas bewaarde. Zelfs aan een cashière van een winkel had ze dit toevertrouwd. Maar kort voor de moorden blijkt Mary haar kapitaaltje toch naar de bank te hebben gebracht en dus zat het allemaal niet meer in de handtas. Zou de moordenaar of moordenaars op dit gerucht zijn afgekomen en buiten zinnen zijn geraakt toen bleek dat het geldbedrag er niet meer was? Het is een nieuwe theorie die nu bij het Cold Case Team 12 jaar na de moorden heeft postgevat. Geen erfeniskwestie, geen ingewikkelde familiefeten, geen dubbele agenda van politiefunctionarissen. Nee, een ordinaire roofmoord. Profiler Carlo Schippers gaat in zijn rapportage aan het Cold Case Team uit van twee mannelijke daders die kort na binnenkomst met veel kracht en geweld hebben toegeslagen. Eén heeft Mary vermoord en de ander Henk. De plaats delict is uitermate opmerkelijk te noemen. Eén van de vreemdste elementen is wel dat de daders een orgie van geweld hebben aangericht zonder daar zelf wapens voor mee te nemen. Ze hebben immers de messen waarmee Henk en Mary letterlijk zijn afgeslacht uit Henks eigen keuken gepakt. Je zou zeggen dat personen die een overval of zelfs een dubbele moord willen plegen zich van tevoren bewapenen. Het is vreemd dat dit hier kennelijk niet zo was. Profiler Schippers stelt hierover: dit wordt doorgaans gezien bij daders die nog geen uitgebreide levenservaring en of een lager dan gemiddeld ontwikkelingsniveau hebben. En verder stelt Schippers dat het niet meenemen van wapens erop duidt dat de daders er kennelijk op vertrouwden dat ze de bewoners fysiek de baas konden. En dat wijst er weer op dat ze wisten wie zich in de woning bevonden. Vreemde sporen, zoals de vanuit de keuken naar Mary's lichaam uitgerolde folie, duiden er volgens de profiler op dat er door de daders impulsief werd gehandeld, omdat er geen goed doordacht plan bestond, waardoor onnodige of irrationele handelingen zijn verricht. Schippers concludeert naar aanleiding van het extreme geweld: er is mogelijk sprake geweest van enig alcohol en of verdovende middelengebruik voorafgaand aan het delict. De daders hebben de door hen aangebrachte verminkingen willen afdekken door een theedoek over Mary's gezicht te leggen en door Henk op zijn buik te draaien. Schippers concludeert over het motief dat het waarschijnlijk een moord uit wraak of woede is. Het ligt niet voor de hand dat er sprake is van een willekeurige slachtofferselectie, in de zin dat beide daders op goed geluk bij een willekeurige woning hebben aangebeld om de daar aanwezige bewoners van het leven te beroven. De conclusie die hieruit voortvloeit is dat er bij in ieder geval één van de daders bekendheid was met op zijn minst één van de slachtoffers. De expert van de Van Mesdag-kliniek, die in zijn dagelijkse contacten met het gedrag van veroordeelden van zware geweldsmisdrijven te maken heeft, concludeert in zijn rapport aan het Cold Case Team over de daders dat ze gezien de mate van geweld jong moeten zijn. Dat er drugs en alcohol in het spel zijn geweest. Dat de daders eerder in aanraking met justitie zijn geweest. En dat de daders last kunnen hebben van waandenkbeelden en ze antisociale en psychopathische trekken vertonen. Peter brengt een bezoek aan het Amsterdamse politiebureau aan de Kabelweg, waar alle sporen uit de woning van Henk worden bewaard en waar momenteel nieuw onderzoek wordt verricht. Op het laboratoriumgedeelte
Van een forensische opsporing in Amsterdam. Ja, dat lijkt wel echt het NFI. Ja, het is een kleine mini-NFI inderdaad. En deze... Dat is de schatkist van de zaak. Ja, hier zit een... alles in. Nou, een deel van onze sporen zit hierin. Een groot deel ligt ook nog steeds op de NFI. Maar dit is wel wat ik je kan laten zien. Ja. Dat zijn de messen. Dit zijn de messen. Mag ik er aankomen? Of, liever niet. Nee, liever niet. Kijk, ze zijn allemaal goed verpakt. Hè, om contaminatie te voorkomen. Dit is ook nog een ander mes. Zoals bekend is ook, is dat een van de messen was helemaal krom en verbogen. Ja. Nogmaals, alles is goed verpakt. Dus deze kan ik jullie zo laten zien. Oh ja. Nou, daar blijkt toch wel uit dat het bruut geweld is geweest, hè? Ja. Ook veel besproken is geweest het schoenprofiel. Ja. Wat is gevonden. Van de ketenkiller. Precies, ja. Nou, hier zie je. Dit is die afdruk. Nou, dat is alles, echt een scherpe afdruk, hè? Ja, ja. Maar het belangrijkste resultaat is inmiddels binnen. In 1997 waren bepaalde forensische onderzoeksmethoden nog veel minder ver gevorderd. En op dit punt is de lange tijd die sindsdien is verstreken in het voordeel van het nieuwe rechercheteam gaan werken. Met de meest geavanceerde technieken heeft men nogmaals geprobeerd DNA te vinden van de dader of daders. En op DNA-gebied hebben we inderdaad in deze zaak nu ook een doorbraak. In welke zin? Is dat wij dadersporen hebben aangetroffen. En wij uitgebreid onderzoek ook hebben gedaan. Hè, om zeker te zijn dat het ook dadersporen zijn. Want je kan wel zeggen, het zijn dadersporen. Maar de locatie waar we het hebben aangetroffen is dusdanig bepalend. Dat is daar niet zomaar terechtgekomen. En waar is dat dan gevonden? In het kader van het onderzoek en lopend het onderzoek kan ik daar geen verdere uitspraken over doen. Maar u kunt van mij aannemen dat wij wel over dadersporen spreken in dit geval. Je zegt dat het om DNA-sporen gaat. Nee. Betekent dat dat het meerdere sporen van één persoon zijn? Of zijn er meerdere personen bij betrokken? In dit geval kan ik zeggen dat er meerdere personen bij betrokken zijn. Jullie hebben van 2 of meer personen DNA aangetroffen? Dat is juist, ja. 2? Ja. Zou nu dan eindelijk de vraag beantwoord kunnen worden wie in november 1997 met deze messen Henk Opentij en Miri Run zo gruwelijk van het leven hebben beroofd? Het is de Amsterdamse recherche met de nieuwste technieken gelukt om op de plaats delict 2 DNA-sporen te isoleren, die gezien de vindplaatsen van 2 daders moeten zijn. Het cold case team dat de dubbele moord op Henk Opentij en Miri Run onderzoekt, hoopt op een voltreffer in de landelijke database. Gezien de ernst van het misdrijf lijkt het voor de hand te liggen dat de daders vaker misdrijven hebben gepleegd en daarbij tegen de lamp zijn gelopen, waarna alleen DNA is afgenomen en opgeslagen. Maar dit levert een tegenvaller op. Het nu gevonden DNA komt niet voor in de landelijke databank. Maar met zo'n geweldig spoor in handen geeft het team echter niet op. Er wordt alles nog eens minutieus tegen het licht gehouden. En met succes. Het is de Amsterdamse politie door slim combineren en deduceren dit jaar gelukt om 2 zeer aannemelijke kandidaten te vinden aan wie dit DNA wel eens gekoppeld kan worden.
Het zijn twee mannen die na zorgvuldig lezen van alle oude tips en sporen uit het 17.500 pagina's dikke politiedossier nu voor het eerst duidelijk in beeld zijn gekomen. De eerste aanwijzing dateert al van zeer kort na de moord. In december 1997 ontvangt de recherche een telefonische tip van een vrouw. Deze vrouw noemt de naam van een man die volgens haar de moorden heeft gepleegd. De telefonist noteert de tip en natuurlijk ook de naam van degene die als dader wordt genoemd. De tipgeefster wenst anoniem te blijven en hangt op. En zo belandt deze in het dossier. In maart 1998, we zijn dan ruim 3 maanden verder, krijgt de recherche deze brief in handen. In de brief worden geen namen genoemd, maar wel 3 adressen... waar de daders volgens de schrijver zouden verblijven. Het zijn woningen aan de Amsterdamse Jacob van Lennepstraat, onderlangs in de Watergasmeer en een adres aan de Griend in Diemen. De brief belandt ook tussen alle andere tips in het politiedossier. Op oudejaarsavond 2006, we zijn dan 8 jaar verder in de tijd, melden zich 2 nogal aangeschoten mannen op het politiebureau aan de Waddenweg in Amsterdam-Noord. Het zijn voor de politie bekende junks, Onno en Rinus. Ze komen vanwege een ruzie met een taxichauffeur en krijgen onderling een beetje mot. Eentje gaat dan zitten. Hij heeft een zwarte muts op met het logo CAT erop. De man met de muts zegt uitdagend tegen de politieman: weet je wel waar dit logo voor staat? Wijzend op zijn muts. Als de politieman dan zegt dat hij dat niet weet, zegt de man met een geheimzinnige blik: Caterpillar. Dat doet een belletje rinkelen bij de politieman, die zich realiseert dat dit het merk is van de schoen waarvan een afdruk met bloed was gevonden in die oude, bekende dubbele moordzaak. Nu begint de andere man zich ermee te bemoeien, waarop de eerste hem antwoordt dat hij weet wie de moorden heeft gepleegd. Er wordt dan wat gefluisterd, waarop de andere man opgewonden roept: nee, dat kan niet. Hij zegt dat mijn neef de moorden heeft gepleegd. De politieman maakt van dit opmerkelijke voorval een procesverbaal en noteert de namen van de 2 mannen. Ook dit verslag belandt in het dossier van de dubbele moord. Het huidige cold case team heeft deze 3 sporen uit het 33 ordnerstellende dossier gevist en ze tegen het licht gehouden. En dat leidde tot een bijzondere ontdekking. Het blijkt dat de man die als mogelijke dader door de anonieme beller in 1997 werd doorgegeven, op een adres heeft gewoond dat sterk lijkt op een van de adressen uit de anonieme brief die in 1998 bij de recherche binnenkwam. Toeval? Nee, daar lijkt het niet op, want de neef waarop de 2 mannen op oudejaarsavond 2006 wezen blijkt op zijn beurt een bekende te zijn van deze man. Sterker nog, de 2 zijn zelfs wel eens opgepakt voor een inbraak die ze samen hadden gepleegd.
De drie losse tips die in bijna 12 jaar tijd via verschillende kanalen zijn binnengedruppeld bij de recherche wijzen bij nadere bestudering dus in de richting van twee mannen met criminele antecedenten die elkaar goed kennen. Het is een knap staaltje recherchewerk waarmee deze potentiële verdachten uit het omvangrijke politiedossier zijn gevist. Een van hen is naar aanleiding van een eerder misdrijf al eens psychiatrisch onderzocht. Hij was toen pas 18 jaar oud. In de rapportage die toen van hem is opgemaakt wordt hij zeer onevenwichtig, materialistisch en zeer egocentrisch genoemd. De behandelend psychiater en psycholoog zijn er niet gerust op en stellen letterlijk: de toekomst is niet zonder zorg. En er moet rekening worden gehouden met het feit dat zijn verdere leven gekenmerkt kan worden door impulsiviteit. Eventueel in combinatie met gewelddadig gedrag. De mannen waren ten tijde van de moorden begin 20. Eén van hen had daarvoor op school al eens een klasgenoot neergestoken. Rest nog de vraag: hoe kwamen de mannen, als ze het gedaan hebben, uit bij Henk en Miri aan de Noorderbreedte in Amsterdam-Noord? Nader onderzoek wijst dan uit dat één van hen in het verleden bijna letterlijk om de hoek van de slachtoffers heeft gewoond in het huis van zijn ouders. Zouden ze zo misschien via via hebben vernomen dat Miri zeer veel geld in haar tas bewaarde? En zouden ze volledig door het lint zijn gegaan toen ze direct na binnenkomst ontdekten dat dit geld er helemaal niet in zat? Miri's tas was duidelijk doorzocht. Zouden ze de sieraden en de 600 gulden uit Miri's portemonnee over het hoofd hebben gezien, omdat ze volledig gefocust waren op een dikke envelop met een stapel duizendjes? Al met al passen de twee mannen die nu in beeld zijn naadloos in het profiel dat profiler Carlo Schippers schetste, en ook in de daderanalyse die de Van Mesdag-kliniek maakte in opdracht van het Cold Case Team. Maar blijft de vraag: zijn dit wel de daders? Hun DNA is ondanks de vele misdrijven die ze hebben gepleegd nooit afgenomen en dus ook nooit in de landelijke databank terechtgekomen. Om het nieuwe politieonderzoek dat zich nu in een laatste cruciale fase bevindt niet te dwarsbomen, besluiten we de twee hoofdverdachten ongemoeid te laten. We gaan in plaats daarvan op bezoek bij de twee mannen die met hun verhaal op oudejaarsavond 2006 bij de politie kwamen en wezen op de betrokkenheid van de neef. De neef die nu immers samen met de criminele maat van hem in beeld is gekomen. Wat weten deze Onno en Rinus nog meer over die neef en zijn mogelijke betrokkenheid bij de moorden? Hoe komen ze aan hun wetenschap? En hoe zeker is het allemaal? Hallo. Hey. Goedemorgen. Peter de Vries. Wanneer, wat is het? Ik wou je even spreken. Waarvoor? Het gaat om een moord in Amsterdam-Noord. Een dubbele moordzaak. Ja. En ik heb begrepen dat jij daar misschien wel iets van weet. Vandaar dat ik eens even langskom bij je. Ik iets van weet. Ik weet niet welke moord het gaat. Nee? Waar gaat het over? Moord aan de Noorderbreedte. Op een ouder stel? Nee, dat zeg ik niet. Nee. Volgens mij ben jij op oudjaarsdag 2006... ben jij op het bureau Waddenweg geweest. Samen met je vriend Onno. Dat is vriend van je. Ja, Onno, ja. Onno. En toen hebben jullie daar wat over losgelaten. En toen heeft Onno gezegd van iets in de trant van ik weet wie dat gedaan heeft. Nou, en op ons nou dus. En hij had een petje op toen. Wie, Onno?
Ik heb ook altijd een petje op, dus ja. Een petje waar Caterpillar op stond. C-A-T. Weet Rinus het echt allemaal niet meer? Of doet hij maar alsof? Als Peter Rinus zijn geheugen wat verder opfrist, weet hij ineens wel degelijk heel erg goed wie we met zijn neef bedoelen. De neef dus die momenteel in beeld is als verdachte van de dubbele moord. En volgens mij is het zo dat Onno toen iets had geroepen in de trant van... Ja, dat jouw neef dat had gedaan. Mijn neef? Ja. Wie is dat dan? Ja, nee, dat ga ik niet zo op laten praten. Nou ja, als die nergens mee te maken hebt, kan je toch gewoon zeggen hoe je neef heet, of niet? Nee, maar dat doe ik niet. Je hebt toch niks te verbergen? Nee, ik wil geen gezeik meer. Is dat geen lekkere jongen dan? Hè? Is dat geen lekkere jongen dan? Dat zeg ik niet, maar ik wil gewoon geen gezeik meer. Rinus wil wachten op zijn gabber Onno. En passant biegt hij nog wel even een reeks ramkraken op. Maar waar rij je dan mee naar binnen? Met ja? En leverde dat dan nog wat op ook? Genoeg. Ja? En nooit voor gepakt? Ja, ik ben eigenlijk 2 keer gepakt. Van 100 winkels, misschien 2, 3 keer gepakt. Bij 100 winkels naar binnen gereden? Ik heb het wel gepakt, ja. Ja? Ja, ik zweer je. Maar dan rij je gewoon door de etalage eruit heen of zo. En dan hup, spullen pakken en... Gewoon heel rustig naar binnen gaan en spullen pakken. Ja? Politie is dan hard snel. En dat doe je dan in Noord of... Hier in Noord gewoon. Ja? Daar komt Onno aan. Hij heeft een bloemetje bij zich, want de mannen moeten naar een begrafenis. Onno slaat wel direct aan op de dubbele moord. Hey, goedemorgen. Bloemetje mee. Peter de Vries, hallo. Ja. Hey, Kees van de Spreek. Nou, het treft. We moesten jou net spreken en we komen bij je maat hier. En die zegt, nou, hij komt eraan, dus we wachten wel even. Hoezo dan? Nou, wij zijn bezig met een onderzoek naar een moord in Amsterdam-Noord. Een dubbele moordzaak. Van die hele oude al. Ja. Oh, weet jij dat wel? Ja, ik weet het wel, nog steeds. Natuurlijk weet ik het. Nee, ik weet het niet. Wat wij gehoord hebben, is dat jij en Rinus... op Oudjaarsdag 2006 ook op het bureau Waddenweg zijn geweest. Ja. He, was het dus Oudjaarsavond, zeg maar. En dat jullie daar toen ook over gesproken hebben. Dat je daar iets meer van wist. Dus we waren voor die taxichauffeur geweest. Ja, voor die taxichauffeur. Maar jij had toen een... petje op. Met Caterpillar erop. En toen heb je Ja, weet je dat weer? Ja, ik had een petje op. Toen zei hij dat. Toen zei hij meer is dat, ja. Hij zei dat? Ja, hij verkoopt schoenen uit te vangen en zo. Maar was niet zo dat jij gezegd hebt van... hey, zie je wat voor petje ik op heb? En hij begon erover. Ja. En toen? Maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet meer. Ik was dronken, dus... Heb je toen niet iets geroepen zo van, dat heb zijn neef gedaan? Nou, natuurlijk niet. Die jongen die ken ik al zo lang, die hebben bedrijven hier. Wie? Zijn neef heeft een bedrijf. En wie is dat dan? Huh? Wie is dat dan? Zijn neef. Ja, nou, je wil niet dat jij die naam zegt. Wil ik niet. Kees. Is dit oprecht of spelen Onno en Rinus hier de vermoorde onschuld? Rinus wist er helemaal niets meer van... en Onno geeft een heel andere lezing dan het procesverbaal... dat die Oudejaarsnacht 3 jaar geleden is opgemaakt. Duidelijk is wel dat met name Rinus erg bang is voor zijn neef. We proberen de twee daarom een dag later nog eens apart van elkaar aan te spreken... en gaan eerst bij Onno langs, die vlak in de buurt woont. Vanwaar toch die angst voor de neef? Ik had een beetje het idee dat jullie een beetje benauwd voor hem waren. Nee, ik ga goed met hem om, vroeger ook al. Dus. Ja? Wat deden jullie met hem dan? Vroeger kwam hij gewoon bij zijn omaatje, dus dat is Karine zijn moeder. Dus gewoon over de vloer.
Marines doet een beetje benauwd over hem. Zo van, alsof het toch niet helemaal een lekkere jongen is. Marines is bang voor hem altijd al geweest. Ja? Waarom dan? Omdat die Marines vroeger altijd in elkaar sloeg en zo. Ja? Is die agressief dan? Nee, maar ik vind het leuk om te pesten, weet je, vond hij het. Dat is echt zo'n pest, zo'n pestkop, weet je. En daar is hij nu nog steeds een beetje beducht voor? Ja. Maar het is niet omdat hij iets verzwijgt of zo? Nee. Hebben jullie nadat wij weg zijn er nog een beetje over gesproken, of niet? Nee, ik ben naar de begrafenis gegaan en voor de rest, ja, dat is, ik weet het niet, dus... Rinus blijkt opeens ziek te zijn geworden. Hey, Rinus. Wil je nog even spreken? Ja. Hè? Hoi. Hoe is het? Ja, hij merkt een beetje griep in. Ja? Oh, dat is niet zo best. Toch geen Mexicaanse griep? Nee, ik heb een prik gehad. Oh, oké. Okay. Ja. We wouden toch nog even vragen naar die neef van jou, hè? Ja. Zit dat helemaal goed? Ja, dat zit zeker wel goed. Hoor. Ja? Echt wel. Ik kreeg gisteren een beetje de indruk dat je misschien toch een beetje benauwd voor hem was. Of heb ik dat verkeerd gezien? Hij heeft vroeger een probleem met hem gehad. Psychologie, maar ik weet het. Ja? Maar met die moord, wat je zegt, weet je, ik durf het man in zoiets te zeggen. Dat heb ik ook niet zeggen. Rinus steekt dus zijn hand in het vuur voor zijn neef. Komt dat omdat hij zeker weet dat deze neef onschuldig is? Of omdat hij gewoon bang voor hem is? Hij weet natuurlijk niet dat jullie op dat bureau zijn geweest, dat daar toen over is gesproken, of wel? Nee, natuurlijk, dat weet je ook niet. Ja. Ja, ik ben alleen bij die taxichauffeur geweest, ja. Weet je. Ja, maar volgens de politie is er toen toch gesproken over, over die moorden, dat die neef van je daar wat mee te maken zou hebben. Ja, in ieder geval, maar dat doet met mij niet, echt niet. Ja, toch hebben jullie daar wel iets over gezegd. Ja, dat zeg je geen misschien. Ja, maar die verzint dat natuurlijk niet, want die weet helemaal niet dat het jouw neef is. Hè? Die agent weet niet dat dat jouw neef is natuurlijk. Nee, maar ik ben er geweest en daar hadden we een slokje op, weet je. Dag. Doei. Wat weten deze twee en wat houden ze achter? Dat Rinus en Onno minder nonchalant zijn dan zij zich voordoen, blijkt wel als Peter en zijn collega uit het zicht verdwijnen. Bovendien lijkt Rinus zijn griep opeens als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Hij snelt naar zijn autootje en wil er vandoor. Maar het ding start niet. Eindelijk, hij doet het. En nu vol gas naar het huis van zijn gabber Onno. Wat zouden de twee te bespreken hebben? Ja, en zo lijkt het erop dat de oplossing in deze geruchtmakende dubbele moord 12 jaar na dato toch binnen handbereik is gekomen. Uitsluitend omdat nabestaanden de politie en de media nooit hebben opgegeven en telkens weer aan de boom hebben geschud als de zaak onopgelost op de plank werd gelegd. Mooi om dat proces van dichtbij te hebben meegemaakt. En prachtig om te ervaren dat het rechercheteam in Amsterdam-Noord minstens, zo niet meer, gedreven is als wij zijn in deze zaak. Er zijn nu concrete DNA-sporen. Onbetwiste dadersporen, volgens de politie. En het net lijkt zich te sluiten. Dat neemt niet weg dat de recherche nog heel graag tips over deze zaak binnenkrijgt. En, voor de goede orde, er staat nog een beloning van €30.000 open in deze zaak. Het kan niet anders of er moeten meer mensen zijn die iets over de daders en de toedracht afweten. En u weet wat ik altijd zeg in dit soort kwesties. U heeft nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet. En ook als u in het verleden al wel heeft gesproken, door middel van bijvoorbeeld een anonieme tip of brief, wil de politie u graag opnieuw spreken. De recherche van Amsterdam-Amsteland zit nu klaar voor uw belletje. Het nummer is 020-559-2200. Ik herhaal, 020-559-2200. Voor het geval u alleen vertrouwelijk over deze zaak met de politie wilt spreken, dus zonder dat uw naam ooit in de dossiers terechtkomt, kunt u bellen met de criminele inlichtingeneenheid, ofwel de CIE. En het nummer van de CIE is 06
06-12-89-1682. Ik herhaal, 06-12-89-1682. Maar u kunt natuurlijk ook met onze redactie contact opnemen via onze website www.peterrdevries.nl. Op onze vernieuwde site kunt u de uitzending terugzien. En ook alle feiten en bijzonderheden over deze zaak en ook over dossiers uit het verleden nog eens herlezen. Neem er eens een kijkje en lees bijvoorbeeld ook het dagboek dat ik bijhoud over mijn doen en laten. Ja, en dit was het voor vanavond. Volgende week zijn we er weer met de laatste aflevering van dit kalenderjaar. Waarin we nog één keer aan de boom schudden. En wie weet wat er dan allemaal uitvalt. Zorg dus dat u klaar zit. Tot dan.